来不及。Last minute, all stands aangebroken. One more minute before the start. Nog 2 minuten naar voren dit wagen. We gaan starten met de lichten. Hier op het rood, zichtbaar op het scherm onder het aankomstportiek. We gaan starten met de red and green light, visible on the screen, just above the finish line. Nu nog rond 30 seconden. Dan hebben we 30 seconden. 30 seconds, 30 seconden. Goede chance, de beste plank. Veel succes. Natuurlijk, maar de twee dames.
Of ze eventueel bij de belofte of misschien wel bij de elite ging starten. Na een korte tussenpauze terug aan
competitie bezig is met de blanke gas in het spoor, met alle anderen op komst, met de passage die er is op dit moment. Van Annie van der Lovans, zevende, Leonie Puntveld op komst als achtste voorbij, Magalie Rochette is op komst, de Canadese en ook Lucia González, Blanco de Spaanse, is op komst. En Willy is al aan het kijken welke consequenties de bonificaties ze komt zouden kunnen hebben voor het balken in de klassement. Dat is zo dat Alvarado een tiental seconden dichterbij komt bij Denise Bitsema. En die moeten we nog bij zien komen, dus daar gaan we even naar kijken wat die achterstand bedraagt. Van Denise Bitsema. Door die pech. En trapt nu voorbij Alvarado. De benen ook die op volle toeren draait nu. Je ziet dat wel. Voorbij Alvarado. En we wachten nog altijd op Denise Bitsema. Die is natuurlijk. Hier zit Denise Bitsema, komt Denise in dit groepje op 2-0-6. Actuele achterstand van Denise Bitsema, de pechvogel aan de aanvangsfase, 2 minuten en 6 seconden op Puk Pietersen. Ja, inderdaad, pechvogel Denise Bitsema verliest sowieso ongeveer 2 minuten op cilinder Carmen Alvarado. Die staat trouwens op 3-9-1. In ieder geval is toch wel een pech voor Hildebrand Martens in de laatste weken de klappen vallen. De daar van de zolen, Eli die naar de bal kwam. Het gebod van Denise Bitsema. Wat steus voor het land. Thank you.
eerste ronde van Sannekamp. Ze heeft wat crossen laten zien in de voorbije dagen. Ze heeft haar programma hiervan bijgestuurd om klaar te zijn voor de kampioenschappen. Want ze wil natuurlijk volgende week in Loker, maar al te graag nog eens een keertje burgerskampioen van de woning. Ze is aan een geweldig rijtje bezig op dat vlak. En ze rijdt voorlopig dan net op het einde van de eerste ronde als vijfde rond. Dus een heel knappe openingsronde daarnet afgeleverd door de thuisrijdster. Ze rijdt hier een cross voor eigen publiek. Sannekamp bezig dus aan een heel goede openingsdag. We zien dat raad. De commando overrollen in de achtervolging van Sergio Carmen Alvarado. In de zone van Eilen Vasco. Nu in de zone van Terkeusner. We hebben 6 ronden in totaal, dat betekent dat we nog 4 ronden moeten afleggen. De rijdster komt eraan. 4 ronden voor het einde. We hebben 6 ronden in totaal te gaan. 4 ronden nog. Puk Pietersen aan de leiding. Met een voorsprong, ja, maar een 11-12 seconden op zijn rinder Carmen Alvarado. We zien dat land volgens iets verder. Weer op de eerste modderzone. Inderdaad, zijn er nu toch wel al 17 seconden ja, in dat stuk aan de hakel staan. En loopt ze toch wat verder uit. Puk Pietersen Bram op 24 seconden. Achterstand van Alvarado. Lucinda Brandt. Dan moeten wij Annemarie Hoogs krijgen. En ook onze Belgische kampioen. Thuisrijder Sannekamp. Hier zijn ze met z'n beiden. Annemarie Hoogs en Sannekamp. Op, even kijken, 46 seconden. En Brandt die daar voor de finish nog even te val kwam in die bocht daar aan de winning naast zijn groep. Zou ik het niet herhalen? Die achterstand van de schrijft aan Carmen Alvarado. Ik weet het dat we waren met z'n tweeën samen. Dan door die schuiver van ex-wereldkampioen Lucinda Brandt. Gaat er een achterstand opkomen op die andere ex-wereldkampioen, Celinda Carmen Alvarado. We gaan ook kijken jullie naar Denise Bertsema en vooral ook naar het tijdsverschil. Op het moment waarop ze hier straks gaat passeren, want we gaan uiteraard die achterstand afwegen. Thank you.
wachten dus op Benzema. We zijn al 2 minuten 17 zeker hier. Wacht even, als ze even hier voorbij komen. Allemaal in een rode uitrusting. Zoals hij van de bal van Salva Pinko. Mooi, komt hier nu voorbij. Ook voor haar al de laatste wedstrijd. Hier komt ze, Denise Benzema, met een achterstand van 2 minuten 43. Daar trekken we 17 seconden op. Dat is 2 of 27 seconden moeten we daar... 7 seconden moeten we dan aftrekken, want Denise Benzema, ja, dat is dan toch wel 2.35 die ze verspeelt. De overstaan van ja, dat wordt iets op vervolging. Dat wordt iets om met veel aandacht gaan te slaan. Dat de tijdje verschilt in de wedstrijd tussen Denise Benzema en Hendrik Ocampo vooraan door. Het gaat om het leiderschap in het algemeen klassement van deze Soudan. Straks daar nog wat optredens en met een heel sportief publiek talrijk opgekomen voor deze wedstrijd in het kader van de XVO Pontkamers Trofee, de Soudan Ladies Trophy. Ja, we zouden daar ook supporters staan met de belangen van Maar altijd nog gaan werken en dan trainen en crossen. Je moet het
maar door hoor. En daar gaan ze afscheid nemen. Dat gaan we daar zeker van vieren. We hebben hier in de achtergrond de werkzaam van de Lise Fensterlaan. Of zij dat nog wat kan goed maken. Doorstaan van de Alvarado. Zit nog iets te veel achter, maar de winnares van vandaag. Dus die tijd en daar kan dan 5 minuten bijgeteld worden. Dat wordt dan de tijd. Die gaat opgeteld worden met de huidige tijd van Pep van Erpel. Laatste rechterlijn voor de kopvrouw in de wedstrijd. Voor Puk Pietersen. We gaan die opmeten uiteraard, de voorsprong voor Puk Pietersen. Die hier voorbij getrokken is aan de strijd en dus aan het tweede wedstrijd gedeeld aan de tweede. Wedstrijd helft is begonnen. Ze mag alweer de bagger in van Eredam. Dan is het wachten dus op Céline Del Carmen Alvarado. Dus die hebben elkaar teruggevonden. Brandt heeft dat kleine gatje dat ontstaan was door die val daar bij de vorige doortocht. Net voor de aanvalslijn. Met nog 3 ronden te gaan en we zijn achterstand van een goede 40 seconden op de leidster op Pietersen. Het zijn er 42 gatjes. Dan gaan we allemaal die hoofd krijgen. Die Kampioen Sanakam, die aan een goede wedstrijd bezig is. Anna Marie Wors, positie 4, maar dat wordt al meer dan een minuutje achterstand. Van de leidster van Puk Pietersen, die omkeert nog in die eerste ronde. Snelle start. En hier komt Sanakam. Op 1 en 12 seconden. We zijn nog maar half weg en toch al grote tijdverschillen die genoteerd zijn. Hier aan de Avenstein. De brand heeft terug het initiatief genomen in de achtervolging op Puk Pietersen. Met in de aanspoor nu Céline Del Carmen Alvarado. Hier komt Annick van Alphen voorbij. Dat is met een achterstand van 1,37. Bas kwam hier voorbij, minuten en 2 in de achterstand. En dat is de Tomolo. Dan krijgen we Leonie Petpel met Magali Roche. 2 minuten 12. Ja, de nummers 8 en 9 in de wedstrijd. Maar op 2 minuten en 12. We gaan hier vlak grote tijdverschillen krijgen op het einde van de wedstrijd. Zo ben ik zeker. Die lopen nu al aardig op tijdverschillen. We gaan de tiende zo meteen naar de streep toe krijgen. Als alles goed gaat, wordt dat de Italiaanse Francesca Baroni, die wellicht op grond is en die als tiende hier aan de streep gaat passeren. Dat gaat al op bijna 3 minuten zijn van leidster Puk Pietersen. Om maar te zeggen dat de voorsprong voor Puk Pietersen niet op alle andere concurrenten verderop in het veld serieus aan het toenemen is. Francesca Baroni met Katerina Lanikova, de Tsjechische. Zij kijken weer binnen van achterstand van
ook. Dus dat wordt opvallend. Dat straks een beetje op de voortrijdersplaat. De Lutsmaar. Kom ook niet weg deze ronde. Met die lekker land. Zwaan, de bal was zwaar vandaag en ja, donderdag dan de specialiteit van op het parcours.
gaan onmiddellijk van de fiets geschouderd nu door het slijk, door de modder. Komt Lucinda Brand, twee ronden voor het einde, Lucinda Brand. Dat zou nog een kleine 40 seconden worden en nog twee ronden te gaan, Lucinda Brand. En dan is de zak op 39 seconden. En dan is het kijken, Nico Haan, Alvarado in positie 3, dat wel. Podiumplaats op dit moment, maar die achterstand, dat is belangrijk. Het waren 16 seconden voor aanvang van deze cross. Daar is wel wat gewijzigd met de bonusseconden. Maar dat kan men al veranderen. Heeft dus allemaal aan zijn. Om het verschil ten opzichte van Lucinda Brand zo klein mogelijk te houden. Met het oog op de algemene klassering. Haar achterstand op de Quines was 1-0-3. En op Brand zijn dat ondertussen al, toch even snel kijken, 25 seconden. 25 seconden tussen Brand en Alvarado. Brand gaat over Alvarado van de virtuele klassement. Op dit moment gaat Brand over Alvarado. In dat klassement. Maar de vraag is van, blijft dat zo? En wat doet Denise Benzema? Wat doet Denise Benzema? Brand had een achterstand van 3.35 bij de beginfase van deze wedstrijd. Kregen inmiddels ook zelf kant voorbij, ook al waar hij hoort. Ondertussen wordt bijgetrokken aan de finish. Zelf heel aangemoedigd, terwijl ook Annie van Alphen op deze kan een hele seizoen de passage maakt op twee ronden voor het einde. Dat is op 2 minuten en 10 seconden dat ze volgt Annie van Alphen. 2:10 de klok ten opzichte van Puk Pietersen. Die laat tot nu de Hongaarse kampioen Blanka Vas. Ook zij gaat voorbij trekken aan de streep met Tio Lach stil te doen voor haar. Twee ronden nog. Voorlaatste ronde aangebroken voor Blanka Vas. En dan komt Magalie Rochet eraan, denk ik. Inderdaad, dat is het geval. Magalie Rochet, maar dat kan al op 2:45. Ja, we gaan naar de 3 minuten toe nu. En ze is nog altijd niet aan de streep, Denise Benzema. Ja, zij is... Twee ronden nog, Denise Benzema, Francesca Baroni. Twee ronden nog, achterstand van Denise Benzema, 3:45. Back in business.
is. En dan weer om die knie prikkelen dat ze terug mee op een top. Straks heel leuk worden kort na de start bij de elite mannen, want die worden daar al niet aan het.
voorbijhoeft gegaan en probeert wat meer afstand te nemen. Maar Amarie Plexing past in dat spoor van Celine Cameron Alvarado. Op 1.22 was dat de achterstand hier aan de aankomstlijn. Wat een race.
zijn achterdruk en al paraat om erop even mee wat afstand te nemen van Armani Mochten. Zijn daar wisselende posities na. Die podiumplek. En Brouw, ook kijken, weet dat ze eventueel ja, zeker en vast die tweede plaats gaat nemen. Dat is het zachte afwachten op zijn les. En ondertussen binnen een half minuutje verwachten we Puk Pieterse. Dus dames en heren aan de finish. Hou je klaar. Want ze zitten aan de komen. En dit grote verdient een meer dan triomfantelijke intocht. Dus het applaus van het zeven. Blanca Bass on the way now towards the finish.
on the way towards rank 7 today in this race. 7th plaats gaat het worden voor Blanca Bas. Staat 7e Blanca Bas. Maar dat is met een achterstand van 3,38 liever dan een Rochette op plek 9. Rochette op plek 9. Dan gaan we naar een 10e plaats voor Leonie Ventveld. 10e plaats vooraan. Dan is het wachten op Denise Pitseman, want dat is dan de volgende die eraan komt. Komt nu in de laatste rechte lijn. Applaus voor de 10e plaats.